Deze editie staat weer garant voor in ieder geval het mooiste feest van het hele jaar met carnaval. Wij zijn er in ieder geval helemaal klaar voor. Vanaf vanmorgen 7 uur zijn we begonnen met het opbouwen. Dit jaar hartstikke mooi, weer helemaal uitverkocht. 20.000 bezoekers uit eigenlijk heel Nederland die hier de laatste dag van de carnaval de laatste energie nog even komen feestvieren. De kroegentocht bestaat eigenlijk uit twee gedeeltes. We hebben een wedstrijdgedeelte en een recreantengedeelte. De wedstrijd doen 32-33 teams aan mee. Die per een paar op rolschaatsen het hele parcours rondgaan. Allemaal hindernissen doen en bij iedere bar een consumptie doen. Dus dat is echt een hele happening om te zien. Nou, de snelste tijd die ligt ergens op de 12 minuten zoveel, als ik het goed heb. Dus dat gaat echt heel snel. Yeah. Het is een parcours ongeveer van 1,1 kilometer, dus dat gaat echt heel hard. Okay. Ja. En volgens mij heeft deze kruiskoek toch ook een thema dit jaar? Ja, het thema dit jaar is Buten Arts. In ieder geval Buten voor het geweldige buitenfestijn. En Buten Arts, het is eigenlijk iets eigenaardigs. Het is niet te bevatten als een kroegentocht. Het is een hartstikke mooie sfeer en iedereen is uitgelaten. Echt, die laatste energie die wordt hier nog even uitgeknald met kroegentocht. Ja, het weer is goed. In ieder geval de vooruitzichten, misschien hier en daar een druppeltje, maar we zijn er helemaal klaar voor. Ja, ja. Het wordt echt een fantastisch feest. We hebben 8 podia. Er komen geweldige bands optreden. We hebben Anneke Grunlo, we hebben Bonnie St. Clair, maar we hebben ook de Kick. We hebben de band Beethoven, de Revolvers. Het wordt fantastisch. Het plein dat staat vol kramen, de mensen voor de ramen. Feest op de markt. Je kunt hier echt genieten, we kennen geen limieten. Feest op de markt. Jongens, we staan hier bij de start en de finish van de race. Jullie gaan meedoen volgens mij. Kunnen jullie misschien daar wat meer over vertellen? Het is zo snel mogelijk 11 afvalkorren naar binnen. En dan 2 kilometer schaatsen en dan moet je hier zijn. En hebben jullie ook getraind of niet? Ja, zeker weten. Al 2 maanden hebben we al getraind. Ja. Oké, okay, en wat moet ik me daar precies van voorstellen? Wat hebben jullie allemaal gedaan aan de training? Ik denk bijna elk spelletje al een keer geoefend. En aan elkaar gerolschaatsen met touwtjes aan elkaar vast. Dus, En drinken natuurlijk. Ja, daar hoort er natuurlijk ook een beetje bij, hè? En wat voor tijd verwachten jullie neer te gaan zetten? We gaan voor het podium neer. Maar ja, alles moet meezitten. Okay. Ik denk dat de eerste 10 teams kunnen winnen. Ja, dus, ja. En wat zou de ideale tijd zijn voor jullie? 11 minuten. Dan denk ik wel genoeg zijn. Ja. Het parcours is langer dan vorig jaar en zwaarder. En het was winnende tijd rond de 10 minuten. En nou wordt het sowieso langer. Ik denk als ze rond de 11 zitten dat het goed zit. Ja. Oké. Okay. Nou, succes alvast jongens. Dankjewel. Is het verplicht om bepaalde bescherming te dragen tijdens de race? Dat weten wij niet. Dat weet onze coach. Maar onze coach is heel ver weg nog. Maar die komt er wel aan. Als het goed is wel, ja. Okay. En zijn er bepaalde onderdelen waar jullie zorgen over maken? Deze natte bak. Ja, de natte bak, de schuimbak. Ja. Maar dat is als laatste, toch? Ja, ja. Ja. Oké, okay, ja. Okay. We weten dan ons af. Hebben jullie wel van tevoren geoefend of niet? Ja, we hebben wel een kleine trainingssessie gedaan. We dachten, we moeten hier wel goed voorbereid. Maar het had beter gekund. Oké, okay. Ja. Hebben jullie ook een streeftijd? Ja, de winnen. Gewoon. Sneller als de winnaar. Ja. Ja. 8 minuten lijkt ons wel leuk, ja. Dat is nog nooit gedaan, dus laten we het een keer doen. Dan. Okay. Nou jongens, heel veel succes vandaag. Ja, dankjewel. Ik sta hier met 2 heren. Volgens mij mogen jullie als eerste starten, of niet? Ja, dat klopt. Oké, okay. En jullie hebben al heel veel getraind, jullie hebben er zin in? Trainen, daar valt eigenlijk wel mee, maar zin altijd. Oké, okay. En wat voor tijd verwachten jullie te gaan neerzetten? Top 5. Top 5 wel, dus jullie hebben er echt goed vertrouwen in volgens mij? Ja. Oké, okay. En zijn er ook dingen waar je zorgen over maakt met dit parcours? Daar spel je naast. Oké, okay, dus... En waarom dan precies dat spel hiernaast? Ja, dat schijnt een heel zwaar spel te zijn. Oké. Okay. Heb je daar misschien nog gedachten over of tips of een bepaalde strategie over hoe je het wil gaan aanpakken? Nee. Dat zien we dadelijk wel. Zien we dadelijk. Ja, gewoon even de kat uit de boom kijken. Oké. Okay. En de route verder, nog dingen die... Ja, alleen de start is anders. De start? Dan andere jaren of... We starten nou vanuit hier, dus het parcours is eigenlijk een soort van verlegd. Maar... Okay. En hoe vaak hebben jullie al meegedaan? Dat wordt de 8e keer. De 8e keer. Ja. Nou jongens, succes vandaag. Maar dat gaat wel goed komen denk ik, of niet? Dank u. Oké. Okay. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
lachen, zwoegie in de kroeg. Maar we werken door tot 's morgens vroeg. Niet zeiken, kerel, ben jij nou een vent? Zuipen krijg, je bent niks gewend. Lodewijk, wat is dat nou? Gaan we hier zomaar deze toko verlaten? Stiekem weg, op naar de vrouw. Kerel, blijf bij je maten. Zeg, Adelbert, jongen. Hoeveel pilsjes heb je? Ja, ik kom zelf uit Kuik, maar ik ben mijn vriendin hier. Die komt uit Winschoten. En ja, die mag graag carnaval vieren. Dus dan komt ze bij mij een weekje. En dan doen we alles wat daar helemaal te doen is. Heel gezellig. Okay. Doet u ook mee met de rolschaatsrace? Wat ben ik? Doet u ook mee met de rolschaatsen? Ja, wat denk je? Ja, ik doe alles. Dus ook met de rolschaatsen. Grapje. Ja. En gaat u ieder jaar kijken hier? Nee, dit is eigenlijk het eerste jaar dat ik achter de hekken ben. Okay. Normaal gesproken gewoon vanuit thuis of iets anders? Ja, gewoon vanuit thuis en al die andere dagen wel. Maar als ik meet hoeveel mensen er straks hier staan, dan wordt het wel een beetje aan de kant staan. Hè? Ja, het wordt heel druk, heb ik gehoord. Ja, zo'n 20.000 mensen. Ja, ja. Dus daar ga je lol op hoor. Dan komen er nog... Wat is er zo leuk aan voor u? Wat is er zo leuk? Ja, de sfeer, de muziek, alles. Iedereen is blij, iedereen is vrolijk, niemand klaagt. Ze zeuren niet over het weer. En waar heeft u het meeste zin in? Alles te bekijken. Oké, nou bedankt voor uw tijd en geniet ervan vandaag. Het plein dat staat vol kramen, de mensen voor de ramen. Je kunt hier echt genieten, we kennen geen limieten. Feest op de markt. Je kunt van alles kopen, over de koppen lopen. Feest op de markt. Aan die gezelligheid komt veel te snel een eind. Zo'n dag is zo voorbij. Feest op de markt. We gaan een lekker feestje vieren. Feest op de markt. En alle kramen flink versieren. Haal de slingers maar weer uit de doos. Geef je vrouw of je vriendin een rode roos. Feest op de markt. We gaan een lekker feestje vieren. Feest op de markt. We gaan er tegenaan. Mensen dansen op straat. Dat is waar het om gaat. Deelnemers komen hier langs en ze gooien het blok. En welk plaatje ze krijgen, moeten ze dus verleggen met de blokken. En ze krijgen een maximum tijd van 2 minuten, maar dan komen er weer anderen aan. We gaan het tegenaan. Je kunt een haring happen, naar de snackbar stappen. Feest op de markt. Een lekker bekkie eten, al heb je net ontbeten. Feest op de markt. Je wordt er niet bedrogen, niet tegen je geloven. Feest op de markt. Aan die gezelligheid komt veel te snel een eind. Zo'n dag is zo voorbij. Feest op de markt. We gaan een lekker feestje vieren. We staan hier bij de EHBO-pust van de Kuikse Kroegentocht. Zijn er nou bepaalde dingen waar jullie vandaag extra op letten? Wij letten voornamelijk op dat mensen in dit rot weer veel regen, dus niet onderkoeld raken. En verder zullen de mensen natuurlijk wel aardig wat borreltjes gaan nuttigen. En dan kunnen ze bij ons een beetje uitkomen zieken. Dus laten we hopen dat het allemaal meevalt. Okay. Maar we doen het al jaren hier en over het algemeen valt het wel mee. Okay, en ook wel eens blessures rondom de race? Of, Ja, mensen die gaan hier toch op de rollerskates als een gek rond. Dus af en toe komt er wel eens een enkeltje of een klein hoofdwondje of dat soort zaken. Ja, dat heb je gewoon met dit soort sporten, semi-sport evenementen. Okay. Maar jullie zien er wel goed voorbereid uit, dus het zal wel loslopen denk ik, of niet? Wij zijn er helemaal klaar voor, geen probleem. Hallo, even kort een paar vragen. Hoe gaat dit onderdeel? Gaat het goed? Het gaat heel goed hier, ja. Al hele snelle tijden gehad? Tijd hou ik niet bij. Alleen om te controleren of ze zelf bestellen en zelf opdrinken. En nog eentje van de jury. Kijk, we moeten zelf ook, bij jou, hoor. En wat wordt er gedronken tijdens de race? Vooral afgekoren. En waarom is dat?
Klein drankje, snel weg, hè. Oké, dus geen biertjes, begrijp ik. Dus doen wij wat. Nog veel plezier vandaag. Gaan we lukken. Zijn hier volgens mij iemand om aan te aanmoedigen of niet? Ja, Laura. En gaan ze winnen dit jaar? Zeker, ja. En waar komen die allemaal vandaan? Kuik. Allemaal uit Kuik? Nee. Maar wel de meeste. Ja. De meeste wel. Zeggen dat we eigenlijk leraren zijn op een basisschool. Oh, pas op. Feest op de markt, we gaan een lekker feestje vieren. Feest op de markt, en alle kramen flink versieren. Haal de slingers maar weer uit de doos. Geef je vrouw of je vriendin een rode roos. Feest op de markt, we gaan een lekker feestje vieren. Feest op de markt. We gaan het tegenaan. Mensen dansen op straat. Jullie hebben volgens mij een hele ludieke actie bedacht met het regenachtige weer, of niet? Ja, met buitenaardse prijzen. Huh? Oh, dat is inderdaad helemaal buitenaards volgens mij. Ja, dat is schandalig, hè? Ja. Maar een biertje, maar dan wel lekker droog, hè? Maar volgens mij, het is wel een beetje regen, toch? Regen? Gaat het regenen nog vandaag? Ja, het is mij nog niet opgevallen. Nee, wil je er één hebben misschien? Nee. Nee, schouw weer. Nee. Hebben jullie nog iets gewerkt van het slechte weer vandaag? Ja, ik heb wel redelijk koude tenen en mijn schoenen. Vooral de tenen. Ja. En merken jullie dat het misschien minder druk is? Ik weet het niet. Dit was mijn tweede keer vandaag hier. Dus misschien weet Mout het beter. Het kan er komen misschien. Ja, normaal is het wel iets drukker, maar ik denk dat ze er toch wel een feestje van kunnen maken. De sfeer zit er ook wel goed in volgens mij. Wat zeg je? De sfeer zit er ook wel goed in volgens mij. Ja, hier onder de tent wel hoor. Ja. Ja, precies. Hier staan ze lekker droog, dus lekker naar de klas komen. En na regen komt zonneschijn. Dus, Oké. Nou, laten we het hopen. Ja. Jongens, volgens mij ging het best goed. Ja, het ging redelijk, maar we hebben de lat ook hoog gelegd dit jaar. Dus dat betreft zijn we niet helemaal tevreden, maar wel content. Oké, jullie sprongen ook vol overtuiging die bak in, zag ik. Ja, maar we zijn wel, dat zijn we gewend. We hebben een paar jaar oefening gehad om in die bak precies te rollen. Dus dat kunnen we wel, zeg maar. Ja. Okay. De rest moeten we nog zien, maar... En hoeveel zijn jullie geworden nu? Ja, dat weten we niet. Okay. We zijn dadelijk bij de prijs uitreiken om 1 uur, geloof ik. Oké, okay. Nou, spannend dus. Ja, zeker. Ja. Ik kan haast niet wachten. Echt niet. We gaan het tegenaan. Je kunt een haring happen, naar de snackbar stappen. Feest op de markt. Een lekker bekkie eten, al heb je net ontbeten. Feest op de markt. Niet bedrogen, niet tegen je geloven. Feest op de markt, aan die gezelligheid. Ja, ik vind het wel gekke bedoeling hier, denk ik. Ja. Alleen ik vind het wel jammer dat die muntautomaat of die daar kapot is, dat ik geen munten kan halen. En dat allemaal zo duur is. Ja, inderdaad. Dus eigenlijk is het gewoon kut, maar het geeft niks, want het regent, dus we gaan plezier hebben. Okay. Jullie staan lekker te schuilen hier, geloof ik. Ja. Ja, kunnen jullie een opkikker gebruiken of niet? Graag. Ja, kunnen wij wel, ja. Okay. Hebben jullie het naar je zin? Ja hoor, nou wel, ja? Zeker. Ja. Waar komen jullie vandaan? Den Haag. Den Haag, dat is best een eindje weg, toch? Ja, dat is een eindje weg. Ja. En dan helemaal voor de Kuikse kroeg toch hier naartoe gekomen? Uiteraard. Ja? Eerste keer? Nee, al... Vijfde keer? Voor mij al de zevende keer, dus... We zijn later bijgekomen. Okay. Maar jullie laten de dag niet verpersen door een beetje regen? Nee, zeker niet. Zeker. We zijn kikkers, toch? Precies. Oké, dan heel veel plezier. Dankjewel.